Ja, voor me staat G van Werkhoven. Vandaag ja, wederom misschien de man van de wedstrijd. Je scoorde 3 keer. Een lekker gevoel. Ja, heerlijk gevoel. 3 goals, 3 punten. Ja, beter kan niet. Ja, maar de eerste 25 minuten zag er heel anders uit. Ja, de eerste 25 minuten dacht ik echt, waar zijn we in beland? Ik dacht, dit is echt een hele goede voetballende ploeg. En ik dacht, het zal niet lang duren voordat de 0-1 op het scorebord stond. Maar gelukkig kwam de 1-0 op het scorebord en niet de 0-1. Maar het was wel even dat ik dacht van, poeh. Ja, hoe ging dat eerste doelpunt? Een diepe bal van Derian. En ja, ik stond ineens oog in oog met de keeper en bal eroverheen en binnen. Mooi. En 3 minuten later was het al 2-0. Weer door jou. Ja, die was een beetje, die verdediger miste hem of schampte hem. En ja, ik hoefde hem alleen maar aan te raken en ook binnen. Ja, ik vond Sportlust de betere voetballende ploeg voor een begin. Maar na de 2-0 waren ze een beetje de weg kwijt. Klopt dat? Ja, na de 2-0 waren ze aan het zeuren op elkaar. En ballen gingen over de zijlijn. En ja, precies wat wij wouden. En wel een heel getekend beeld, want de eerste 20 minuten was compleet anders. Ja, wat ik had opgeschreven, 3 kansen en 3 doelpunten. Ja, precies. Ja, trainer zei het ook in de rust. We zijn effectief. 3 kansen, 3 goals. Dus ja, beter kan niet. Ja, want die derde ook. Iedereen dacht van, nou, die gaat over de achterlijn. Maar Jasper, ja, die loopt als een gek. Ja. En die geeft hem nog voor en Hakim komt er vrij inkoppen. Mm-hmm, ja, ik dacht ook dat hij uitging. En eerlijk gezegd stopte ik ook al een beetje met lopen. En de keeper dacht ook dat hij uitging. Maar Jasper had hem gelukkig nog. En ja, binnen. En dan ga je met 3-0 de rust in. Mm-hmm. Hele goede uitslag op dat moment. Maar de trainer heeft waarschijnlijk wel gezegd dat je op moest, Bas. Ja, de trainer zei, we zijn er nog lang niet. Het is leuk dat we 3-0 voor staan, maar er is nog een hele tweede helft te spelen. En toen scoorden ze in de 49e minuut, meen ik, scoorden ze de 3-1. En dan denk je wel van, ja, het zal er niet zo zijn dat ze nog tot 3-2 of 3-3 komen. Maar gelukkig hielden we goed stand en 4-1, mooie overwinning. Ja, even terugkomend op die 3-1. De keeper liet los, maar werd hij aangevallen, want hij was behoorlijk boos op de scheidsrechter. Ja, voor mijn gevoel leek het wel alsof Anthony geraakt werd. Maar dat moet ik dan even terugzien vanavond of morgen. Maar voor mijn gevoel werd hij wel geraakt. Op een gegeven moment, ja, zij probeerden wel, maar het lukte niet meer. Jullie kregen ook meer vrijheid, zeg maar, mm-hmm. ook op middenveld. En daardoor ook meer kansen voorin. En kan je je derde doelpunt even omschrijven? Ja, ik kreeg de bal van Derian, meen ik. En Hakim liep breed weg. En die verdedigers twijfelden een beetje om op mij te gaan of met Hakim mee te lopen. En eentje liep met Hakim mee. Had ik een 1-op-1 met de verdediger en dan ging ik langs en ik schoot hem binnen. Ja, was een mooi doelpunt. Ja, was een mooi doelpunt, zeker. Ja, na 4-1, dan is het wel gebeurd, of niet? Ja, toen had ik wel het gevoel, het is voorbij, het is klaar. Ja. Ja, kortom, een goede overwinning. Wel tegen een goed voetballende ploeg. Mm-hmm, zeker. En als je nu naar de stand kijkt, je doet er aardig mee bovenin. Ja, ik weet niet hoe wat de andere ploegen gedaan hebben. ACV heeft bijvoorbeeld verloren van Harkema. Dus Sparta Nijkerk en Harkema staan nog boven jullie. Oké, met hoeveel punten? De boven staan bij 14, jullie staan op 11. Oh ja, 3 puntjes verschil, dat is makkelijk in te halen. Dus je hebt zelf in eigen hand. Ja, nee, dat komt wel goed. Ja. Daar gaan we wel in. Nogmaals gefeliciteerd met je overwinning. Dankjewel. En met de man van de wedstrijd. Geniet je nog even lekker van. Dankjewel, komt goed.